Nee, dit is de laatste foto die ik heb gemaakt. Dit is het moment waarop hij boos is geworden. En hier zie je dus dat ik totaal niet in zijn auto ben. En hier ben ik nog verder. En hier nog verder. Dat zijn de foto's. Oké. Maar hij zegt dat je in die auto was. Een beetje lachwekkend, hè. Maar kijk, dit is het bewijs. Dus dat ik begin vanaf hier weer. Dan zie je dat ik niet eens dichtbij... dichtbij, maar niet zoals hij zegt dat ik in die auto ben. En hier ook niet. En hier ben ik nog verder. Jullie van ons verwachten? Hebben jullie iemand nodig? Nee, jullie gaan gewoon vreedzaam zitten. Dus niemand hoeft met jullie te komen praten? Het is een stil protest. Okay. Ons hart is gebroken omdat het huis van de democratie ons niet heeft gebekt. Niet achter ons heeft gestaan. Daarom staan we precies bij het plakkaat. Wat zoveel slecht. Niet achter ons gestaan. Ja, lijkt me goed. En ons, we huilen. Dat zal ik ook doorhouden. We huilen. We zijn hier omdat we hebben gezien dat het eigenlijk een van de basisprincipes van de grondwet, vrijheid van meningsuiting, op basis van welk journalisten hun werk kunnen doen, eigenlijk met de voeten is betreden. En daarvoor vragen we dringende aandacht. En dit kan niet gebeuren. Want als we kijken naar incidenten tussen de VP en de pers, ook toen hij geen VP was, dan als je dat moet invullen op een lijst, heb je een kilometer lange lijst. Weet je, dit is gewoon de druppel. Als we kijken van, is het incident met een meteropnemer van de SWM, heeft vaker aan de stok gehad met journalisten, sportjournalisten. Ik wil ook een collega van ATV is achtergerend met een fles. Weet je, altijd is deze man bezig journalisten onheus te behandelen. Ook ik heb een aanvaring met hem gehad toen de tijd van minister Amafo. Weet je, het is altijd dat deze man niet weet hoe hij met de pers moet omgaan. En nu hebben we gezegd van, nu is nu of nooit. Is enough. Enough is enough. Jullie hebben alvast een actie ondernomen, een boycott? Ja. We gaan hem boycotten. Dat wil ze boycotten, wil zeggen we verslaan niks van de VP of welke organen van zijn kabinet dan ook. Dus het is hier gebeurd. Eigenlijk is het hier gestart. Ik stond hier en ik maakte die foto's. Dat voertuig was precies zo geparkeerd, alleen was die... De achterste portier was open en de VP zat erin. Met natuurlijk een paar mensen hier. En ik stond ongeveer hier hoor. En ik maakte die foto's of volgens mij hier. Ik weet het niet meer precies, maar dit is de plaats waar het allemaal is gestart. De vicepresident is uitgestapt. En ik ben dus, hij liep op me af. Dus ik ben naar achteren gelopen tot hier ongeveer. Ja, en hier zijn de beveiligingsmannen. Hebben ze eigenlijk, ja, ze hebben ze ingesprongen, kun je zeggen. En wat is er daarna gebeurd? En hier hebben ze me vastgegrepen en getrokken naar deze kant. En ik denk hoor, ik weet het niet meer precies, maar ik denk dat het ongeveer hier moet zijn. Dus vanaf die kant, getrokken naar hier, tot ongeveer hier op de grond. En mijn telefoon hebben ze dus hier uit mijn hand getrokken. En een gereedstaande voertuig was daar en stapte erin. In volle vaart zijn ze weggereden. En wat hebben ze hier met je gedaan? Ik lag op de grond toch. En natuurlijk in een soort scrimage om mijn telefoon te krijgen. Natuurlijk, ik hield die telefoon vast, keihard vast. En net meteen dat hele scrimage hebben ze dus met machtsvertoon met die telefoon afgepakt. Er is een camera net hier, hè? Ja.
Dus in feite zouden we die beelden moeten kunnen krijgen. En ik heb begrepen van de minister van Justitie en Politie dat alles vastgelegd is vanuit de beschikbare camera's. En als president doe ik ook een beroep op een ieder, een minister van Justitie en Politie. Als het nodig is en als uw parlement dat vindt, meneer voorzitter, laten we die beelden ook vrijgeven. Zodat de samenleving ook weet wat er aan de hand is. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst in overleg treden met de waarnemend procureur-generaal, omdat ik reeds de opdracht daar gegeven heb. En als dat moet, dan wil ik dat doen. En ik kijk uit naar die inzichten. Nu, we hebben bericht gehad dat Jason Pinas zijn telefoon mag afhalen. En hij mag met een begeleider komen. En we gaan hem begeleiden. Was nog gelokt, want hij heeft er een code op. Hij heeft de code ingezet. Zijn screen protector is kapot, want dat is door. En de agenten hebben aangegeven dat hij moest nagaan of de foto's en video's er zijn, die zijn er. En als ik verder ga, zie je dus dat gewoon een screenshot is. Dit is de eerste foto. Nee, dit is de laatste foto die ik heb gemaakt. Dit is het moment waarop hij boos is geworden. En hier zie je dus dat ik totaal niet in zijn auto ben. En hier ben ik nog verder. En hier nog verder. Dat zijn de foto's. Oké. Maar hij zegt dat je in die auto was. Een beetje lachwekkend, hè. Maar kijk, dit is het bewijs dus dat ik... Ik begin vanaf hier weer. Dan zie je dat ik niet eens dichtbij. Dichtbij, maar niet zoals hij zegt dat ik in die auto ben. En hier ook niet. En hier ben ik nog verder. Ja.